Welkom bij de CryptoCast nummer 148. Madelon, hoi. Hoi Herbert. We maken een oud en nieuw podcast. Ja, en dat doen we niet met z'n tweeën dit keer. Nee, met z'n vieren zijn we. Bert en Peter Slachter zijn erbij. Heerlijk, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom alle podcastluisteraars en de videokijkers op YouTube. Die zien ons met z'n vieren in een keurig carré staan op het scherm. En we gaan het jaar doornemen. We geven geen beleggingsadvies, even pro forma zeg ik dat er maar weer eventjes bij. En ja, het was het jaar wel. Ik weet niet of dat ooit anders is bij een cryptojaar. Maar ja, Bert en Peter, was dit nou een speciaal spectaculair jaar? Of was het een jaar als alle anderen in Cryptoland? Nee, het was geen jaar als alle anderen. Ik denk dat we echt een bizar jaar achter de rug hebben. Ik was vooraf even aan het voorbereiden en jij vroeg aan ons, markeer nou eventjes drie momenten van, drie hoogtepunten van het jaar. Ja. En bij nummer 30 was het nog steeds niet klaar. En dan weet je, ik heb hier een speciaal jaar drie pakken. Per maand, ja. Ja, want vaak noem je het dan het jaar van de halving of zo, weet je wel. Of het jaar van het hoogte, van het nieuwe prijshoogtepunt. Ja. Van de regulering. Van regulering, de central bank, digital corona. Currencies, van Lightning, van het digitale goud. Corona, precies, ja. Dus ja, zeker een speciaal jaar. Ja, Bert, wat zou jij eruit vissen als je met een pistool op de borst gedwongen werd? Ja, ja, dat is lastig. Nou, als er echt één ding is wat wel het jaar gekleurd heeft, denk ik, dan is het, zijn het de professionele investeerders die Bitcoin zijn gaan kopen en op de balans gaan zetten. MicroStrategy is natuurlijk het grote voorbeeld. Van Michael Saylor. Nou, in eerste instantie was het gewoon echt een soort totale verrassing dat iemand zegt, ik heb hier $425 miljoen en ik koop er even Bitcoin van. Intussen is het doorgeslagen. Hij heeft nog 600 miljoen geleend op de markt. Hij heeft zelf alles, zijn auto, zijn huis, zijn furniture, zijn vrouw, zijn schoonmoeder verkocht om maar Bitcoin te kopen. Dus hij maakte echt... Ja. Heeft hij geleerd van Didi Taihutu, hè? Precies. Ja, dus maar even, oké, we maken even een grapje. Maar het idee van dat er dus professionele investeerders, en niet alleen MicroStrategy, maar ook allerlei andere bedrijven en fondsen, en de eerste verzekeraar die het doet, weet je wel. En zoveel die daarover praten. Dat is natuurlijk jarenlang is dat een soort hopium geweest. Van dat gaat ooit een keer gebeuren. Ja. En ook heel vaak zeiden mensen bij, joh, maak je nou niet te veel illusies, dat zit er gewoon echt niet in. En ook wel een soort taboe wat er omheen hing, van ja, natuurlijk gaan ze dat niet doen, hoe kom je daar nou bij? Ja, en dat is raar, precies. Bitcoin als asset behandelen. Nou ja, dat mag helemaal niet, de regelgevers gaan het helemaal niet toestaan. Daar zijn de mensen in die erover moeten beslissen veel te conservatief voor, was altijd een argument. En het gaat ooit nog een keertje verboden worden, dus daar gaan ze niet aan beginnen. En als ze het al doen, dan kost het 5 jaar voor ze zover zijn. En het is veel te risicovol, want dan moeten ze zelf hun seed phrase ergens in de kluis leggen. Gaan ze nooit doen. En stapje voor stapje zag je allerlei puzzelstukjes in de afgelopen jaren, je kunt ze zo aanwijzen. Dat op een gegeven moment de regelgevers zeggen, we gaan het niet verbieden, maar we gaan het reguleren. Dat er custodials kwamen die zeggen, wij kunnen op institutional niveau kunnen we dat gaan bewaren. En allemaal stukje voor stukje kwam het er. En toen kwam die coronacrisis. En toen zei Michael Saylor, die dacht, ik verdien 30 miljoen per jaar met mijn business. En ik heb $425 miljoen op de bank. Dus als ik per jaar 10% verlies, dan verlies ik meer dan dat ik erbij kan verdienen met mijn business. Dus ik moet hier iets mee. Wat moet ik hiermee? Wat kan ik? Ja. Wat zijn de opties? En toen kwam die op Bitcoin. En dat verhaal is die gaan vertellen. Ja, dus ook de coronacrisis is een van die puzzelstukjes in het verhaal van die professionele investeerders. Dus ik denk, dit is wel echt... dit is er eentje. Van de is dit dan ook een trend die je mee ziet gaan richting 2021? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat het bij Michael Saylor blijft. Er zijn zoveel partijen die nu erop in aan het zetten zijn. Hè? Dus ook, zeg maar, ook bij de hele grote zakenbanken zijn ze afdelingen ervoor aan het inrichten. En crypto desks aan het inrichten. Ja. En
allerlei fondsen zijn ze aan het praten over hoe kunnen we volgend jaar of het jaar daarna onze allocatie zo aanpassen dat het erin past. Ja, er was van de week ook een pief, zal ik maar even zeggen, want ik weet niet precies. Maar van Kraken was het, geloof ik. Die had een rapportje geschreven. Die zei, ik verwacht dat in 2021, aan het eind van 2021, de bedrijven van S&P 500, dat daar de helft van Bitcoin op de balans heeft staan. Nou is Kraken natuurlijk geen belangeloze partij. Maar wat denk jij, Bert? Is dat inderdaad de kant die het opgaat? Ja, ook. Ja, de Block, die heeft een onderzoek. Die publiceert elke keer aan het eind van het jaar een groot onderzoek. 100 pagina's, weet je wel. Echt materiaal voor professionele investeerders. En zij hebben ook een survey gedaan onder grote geldbeheerders. En ik geloof dat de meest gekozen optie, zeg maar, hè, in het rijtje was dat volgend jaar 5 tot 10 bedrijven in de S&P 500... Bitcoin op hun balans zullen hebben. Dus dat is een stukje conservatiever, een stuk bescheidener. Ja. Maar het zijn nu maar nul. Goed, hè? Zijn er toch 5 tot 10? Precies, ja. Ja, precies. Het zijn er nu nul. En het kan natuurlijk zijn dat... Kijk, Tesla zou een van de eerste kunnen zijn. We zagen deze week natuurlijk een grappig... Die waren op Twitter met elkaar in gesprek, hè? Ja. Musk en Saylor. Maar was dat echt? Ik dacht dat hij gehackt was. Ja. Nee, ik denk dat het echt is. Ik denk dat ze... Maar wacht eventjes. Dat was geen boardroom overleg natuurlijk. Het was wel met een beetje tongue in cheek en zo. Maar het waren de personen wel zelf. Dan had hij te veel borreltjes op. Want er... Elon Musk... Dus dingen die hij uitkraamde. Ja. Die doet wel vaker dubieuze uitspraken. Ja, precies. Dus dat is niet voor het eerst. Maar ze hadden het er wel over. Een flap uit op Twitter en daar worden dan ook wat nieuwsberichtjes van gemaakt. Maar hoe serieus dat is, kleine kans dat Tesla ineens al het vrije cash in Bitcoin omzet. Nou ja, die kan in zijn eentje waarschijnlijk de hele market cap van Bitcoin opkopen. Nee, kunnen wij allemaal Tesla's kopen? de vraag van Elon Musk was... Welke manier om de markt aan te zegelen? De vraag van Elon Musk aan Saylor was... Kun je dan, want Michael Saylor die liet zien van ik heb dit jaar voor 1, zoveel miljard aan Bitcoin gekocht. En toen zei Elon Musk, die vroeg, kun je dan zulke grote bedragen in Bitcoin in verplaatsen? Is dat mogelijk? Dat is natuurlijk op zich helemaal geen gekke vraag. Kun je die kwijt, ja. Want in december 2018, dat was het dieptepunt van de bear market, toen zaten we op $3000 zo'n beetje per Bitcoin. Nou, vermenigvuldig dat met 20 miljoen. En dan heb je 60 miljard market cap. In een asset waar de market cap 60 miljard is, daar kun je niet zomaar even een miljard van kopen. Daar is gewoon niet voldoende liquiditeit. Is het dan nu wel zo? Ja, intussen zitten we ruim boven de 400 miljard. En Michael Saylor zegt, kunnen dit soort dragen. Kijk, en dat is voor echt grote investeerders, is dat het punt, hè? Die hebben niet zoveel aan een assetklasje van een paar honderd miljard. Want als zij 5 of 10% van hun assets under management ergens aan toe willen toewijzen, dan is dat gewoon te weinig. En een Tesla geldt, ik bedoel, Apple die heeft volgens mij 200 miljard aan vrije cash. Ja, die gaan niet 10 miljoen, weet je, dat is voor hun is dat 6 cijfers achter de komma in hun Excel-sheet, zeg maar. Dus als zij wat serieus gaan doen, dan gaat het om zulke grote bedragen. Ja, dan gebruiken ze nu staatsobligaties, geldmarktfondsen of aandelenindexen, weet je, dat zijn dingen die hebben voldoende body. Nou ja, en Bitcoin komt heel langzaam in die buurt. En een van de mijlpalen die men wel eens hanteert is straks is het $1 trillion market cap, dus 1000 miljard. Nou ja, dan moeten we nog wel even maal 20 gaan eerst, hè? Nee, maal 2. Minst. Maal 2. Je hebt gelijk. Ja, pardon. Iets meer dan 2. Nee, volgens mij bij rond de $55.000 per bitcoin, dan zitten we ongeveer grofweg bij die miljard. Het hangt een beetje vanaf wanneer we het bereiken, hè? Want het hangt ook af van hoeveel bitcoiners bedrijven er zijn. Ja. Nee, dat is in crypto-termen onderhand bereik, ja toch? Ik zou nog wel willen toevoegen. Kijk, het vergrootglas komt heel erg te liggen op MicroStrategy en Michael Saylor, die daar ook heel handig op inspeelt. Hè. Michael Saylor is goed in het vertellen van het verhaal. En het is Huurskoers ook een beetje staat er wel bij. Precies van het imago geworden. Maar als je wat uit gaat zoomen, dan staat MicroStrategy en wat Michael Saylor vertelt eigenlijk voor een bevestiging van een aantal verhaallijnen die zich in 2020, maar ook daarvoor, hebben ontwikkeld.
En dat is het verhaal van Bitcoin als store of value, als bescherming tegen oplopende inflatie en als bescherming tegen moeilijke en twijfelachtige en spannende macro-economische omstandigheden. Als digitaal goud en ook als meest schaarse asset op aarde. En uiteindelijk dus de facto in 2020 voor institutionals die Bitcoin als assetclass omarmen. Van rijke individuen tot aan een verzekeraar. Want we hebben ook Mass Mutual gezien bijvoorbeeld. Die heeft gezegd van, hey, wij stoppen ook 100 miljoen in die assetclass. Ja. En om dezelfde reden. En daarmee is dat als verhaallijn wel echt op de kaart gekomen. En als je daarover nadenkt, is het natuurlijk wel bizar, hè. In 2009 bestond Bitcoin niet of net. Hè? En 11 jaar later is het zover. En zit er meer dan 500 miljard dollar in Bitcoin als asset. Dat is wat je van tevoren nooit verwacht of aanzien komen. Is dit dan dus ook de wenselijke route? Want jij zegt eigenlijk, we gaan meer richting een store of value. We weten allemaal dat Bitcoin in de eerste instantie in het leven geroepen is als betaalmiddel. Ik ben dan heel erg benieuwd of dit echt the way to go is. Ook kijkend naar wat er eerder gezegd is, hè, op het moment dat die koers van Bitcoin blijft stijgen. Ook als we kijken naar de halving en Bitcoin duurder wordt, de transactiekosten duurder worden. Gaan we dan überhaupt nog richting een betaalmiddel? Is dat waar Bitcoin gaat eindigen? Hoe zien jullie die trend zich continueren in 2021 en de jaren die volgen? Ja, dat is een leuke vraag. Heb jij een antwoord? Ik heb niet het antwoord. Ik heb er wel gedachten bij. Maar ga maar eerst, dan haak ik erop in. Ja, oké. Okay. Ja, heel even tussendoor, wat ik wel leuk vond. Ik luisterde gisteren een podcast met Ed van der Wald, Pompliano. En die zei, commentator geloof ik, of journalist bij Bloomberg. En hij zei, ja, Bitcoin is eigenlijk niet echt een store of value. Want als wij het hebben over stores of value, dan denken we aan asset classes of assets die je vermogen, je koopkracht in stand kunnen houden. Dat is niet wat Bitcoin doet. Bitcoin laat je vermogen groeien. Dus Bitcoin is niet een store of value. Maar eigenlijk is het nog veel beter. Het is eigenlijk de enige asymmetrische bet die er nu is. Waar de upside zoveel groter is dan de downside. Dat je het door een plekje te geven in je portfolio robuuster maakt. Dus het zo formuleert, Bert, dan hou je er dus, zo te horen, geen rekening meer mee dat Bitcoin ooit nog eens als een pudding in elkaar zakt. Nou ja, iets waarvan mensen die wel het beleggingsadvies geven, dat doen wij dus niet, zeggen, daar moet je toch rekening mee houden, daarom moet je altijd maar een klein deel van je vermogen in crypto stoppen. Ja, maar dat zegt hij ook. Hè? Dus kijk, ja, voor goud zou je een grotere allocatie kunnen doen, en voor Bitcoin is het logischer om dat iets kleiner te houden. Okay. Dus wat Saylor doet, dat is, dat is eigenlijk niet normaal. Maar goed, even terug naar de vraag van Bitcoin als store value, blijft dat zo en wordt het nog een betaalnetwerk? Kijk, wat ik interessant vind is dat Bitcoin heeft geen baas en geen CEO en geen strategisch plan en geen board of directors. Dus nee. Het is een natuurverschijnsel als het ware. Het is een natuurverschijnsel. Dus wij kunnen van alles vinden van wat het zou moeten zijn, maar het is wat het is en het ontwikkelt zich zoals het ontwikkelt. Nee, maar Madelon vraagt, wat verwacht jij dat er gaat gebeuren? Ja, en dat is omdat we heel vaak het verhaal hebben gehoord van, nou, de verwachting, dat het eerst een store of value wordt. En als het dat eenmaal is, dan kan het gaan functioneren als betaalmiddel en als unit of account en dat soort zaken. Ja, die en volgorde. De vraag is dat überhaupt dan wenselijk? Is dat het scenario wat wij graag voor ons maar eerst of het gaat gebeuren. Kijk, en daar haakte ik even op in, op het vraag van, is het wenselijk? Is het goed of fout? En ik vind dat we dat oordeel eigenlijk niet kunnen geven, omdat Bitcoin gewoon zich ontwikkelt zoals het zich ontwikkelt. Ja. Ja. Maar gaat het gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat alleen gebeurt op een andere manier dan we 4 jaar geleden dachten. Want als je gaat kijken naar de waarde die Bitcoin waarschijnlijk in de komende 4 jaar al gaat hebben, tussen de 100.000 en de $400.000. Dat is wel een beetje de range waar de meeste mensen nu hun price target zetten. Ja, met dat soort bedragen kun je gewoon geen kopjes koffie op de base layer afrekenen. Nog even los van of het traag is. Je hebt toch satoshis die een 100 miljoen daarvan zijn? Jawel, maar je hebt natuurlijk te maken met de transactiekosten. Ja, die dan veel te hoog worden. Ja.
Dus de manier waarop dat dan kan gaan gebeuren is ofwel in second layer, zoals Lightning, of Liquid, of andere dingen die ontwikkeld worden, of custodial. Zoals bijvoorbeeld nu PayPal, daar kun je gewoon bitcoins kopen en verkopen, die heb je dan in je wallet als Amerikaan, hè? Dus als Canadees of Nederlander kan het niet. Maar je kan er gewoon heel makkelijk bitcoin kopen, 2 druk op een knop en je hebt het. En vanaf begin 2021 kun je het ook als source voor betalingen gebruiken. Dus als je met PayPal gaat afrekenen, dan kan ik nu selecteren mijn creditcard of mijn Rabobankrekening en zij krijgen dan een optie bij Bitcoin. Overigens heel maf, want in Amerika, juist in Amerika is dat volgens mij een hele hoop gedoe, want elke keer als je Bitcoin omzet in dollars moet je capital gains taxes betalen. Dit zou eigenlijk veel logischer zijn in Nederland, want in Nederland is Bitcoin gewoon een vermogensbestanddeel en hoef je alleen maar vermogensbelasting te betalen op pijldatum 1 januari. Dus als ergens een plek is waarop dit eigenlijk ideaal zou werken, zou het Nederlands zijn. Maar goed, ze hebben gekozen voor Amerika. Dus daar kan je straks soort van met bitcoin betalen. Ja, een soort girale bitcoin heb je dan, hè? Ja, kijk, het enige is wel... Vordering op de bank. Ja, nou ja, kijk, PayPal die heeft die dingen dus in beheer. En PayPal zal wel echt moeten zorgen dat hij die bitcoins ook daadwerkelijk heeft. En dat doen zij ook. Want als ze dat niet doen, dan zijn ze namelijk binnen de kortste keren failliet. Want Bitcoin stijgt harder dan wat zij ooit kunnen goedmaken als ze ermee sjoemelen, weet je wel. Wat dat betreft is die koersstijging is genadeloos. Hè? Je kunt niet vier jaar cheaten, want dan ben je één cycle verder en dan ben je gewoon failliet. Ja, als je het niet 100% dekt met bitcoins, ben je in feite als een idioot aan het short gaan. Dat maar extreem aan het short gaan. Ja, en kijk, dat zou kunnen misschien tegen de tijd dat Bitcoin, zeg maar, een daadwerkelijk mainstream wereldwijd betalingssysteem zou zijn over 20 of 30 jaar, als het daar komt. Maar nu is dat levensgevaarlijk. En dat dus maar als het gaat om, want dit ging over, kun je ermee betalen en zo, gaat dat mogelijk worden? Jij stelt vast met PayPal, heb je in feite iets wat een beetje lijkt op het Lightning Network. Je hebt bitcoins waarmee je fee-loos kunt betalen. Hele kleine bedragen. En heel snel. Dat is wel interessant, zo had ik het nog niet gezien. Ja, maar het zijn weer de eerste verschijnseltjes. Hè. We moeten echt wel blijven zien dat Bitcoin heel erg vroeg nog in de technologische ontwikkeling zit. Dit is echt nog 2, 3, 4, 5% van de mensen heeft het en doet er iets serieus mee. En de majority, de meerderheid van de mensen, nog lang niet. Dus zo moeten we naar kijken. We moeten nog niet beoordelen als volwassen technologie. Peter. Ik kijk er toch anders tegenaan. Ik ben niet oneens met wat Bert zegt. Voor mij is het niet zo'n dichotomie, zeg maar, tussen een store of value en een manier om te betalen. Kijk, Bitcoin is al geld. Je kunt ermee rekenen, je kunt ermee betalen, je kunt ermee sparen. Het fungeert als oppotmiddel. En afhankelijk van waar je woont en hoe je in het leven staat, heeft een van die functies weegt zwaarder, ligt de nadruk op. En bij ons in de media en bij ons in de podcast en in de wereld van investeerders is dat nu die van store of value en niet die van betalen. Maar daar hebben we wel twee kanttekeningen. Het is niet zo dat de hele wereld het al gebruikt als store of value. Het is een handjevol bedrijven die er nu iets mee doet. Een handjevol investeerders. Maar echt nog niet de massa zoals bij andere asset classes het geval is. Daartegenover zou je namelijk ook allerlei signalen kunnen stellen. In andere landen, andere werelddelen. Waar juist de nadruk ligt op betalen. Ik las een paar dagen geleden een nieuwsbericht over Paxful bijvoorbeeld. Dat is een bitcoin betaaldienst. In Nigeria zijn er 1,2 miljoen mensen die er gebruik van maken. Voornamelijk voor remittances en ook voor betalingen. Je hebt bijvoorbeeld Bysol, dat is een mensenrechtenorganisatie in Belarus. Die heeft meer dan $500.000 aan stakende werknemers uitbetaald aan met bitcoin. En die gebruiken dat weer om het te kunnen betalen, want hun rekeningen die worden bevroren en afgesloten. Je hebt in Nigeria ook een coalitie van feministen die $10.000 aan donaties heeft opgehaald met hun eigen BTCP-server. Om vervolgens weer daarmee hun rekeningen te kunnen betalen. Want ook hun bankrekeningen werden bevroren. We zagen dat ook bij de Hong Kong Free Press. In de tijd dat daar allerlei protesten aan de gang waren. Die waren ook overgeleverd aan Bitcoin om nog te kunnen betalen. Navalny, de opponent van Poetin.
Die heeft ook eigenlijk alleen maar zijn campagne kunnen betalen vanwege het bestaan van Bitcoin. En heeft het zelfs als pressiemiddel kunnen gebruiken voor het instand houden van zijn gewone bankrekeningen. Want de wetenschap dat hij ook Bitcoin zou kunnen gebruiken was daarvoor voldoende. Maar zijn dat best wel uitzonderlijke situaties die je nu benoemt? Want dat zijn wel situaties waarvan wij In Nigeria zeker. In Nigeria zou ik zeggen van niet. En voor bijvoorbeeld Venezolanen is het ook niet zo. Er zijn hartstikke veel mensen die daar weg zijn gevlucht. En door Bitcoin hun vermogen hebben kunnen meenemen. En ook weer betalingen kunnen doen aan mensen die nog in Venezuela wonen. Dus hiervan zeg je eigenlijk... Er zijn miljoenen mensen die... Een trend die ook meegaat. Nou, het punt is... Het wordt al gebruikt als betaalmiddel. Dat is het punt dat ik wil maken. Het is niet alleen een store of value. Het is voor heel veel, voor miljoenen mensen... is het al een betaalmiddel. Ja. En dat is belangrijk, denk ik, om ook te vertellen. Ik weet niet... alle functies van Bitcoin... Die gaan hand in hand met elkaar mee. Naarmate Bitcoin meer voet aan de grond krijgt... als store of value... zal je ook zien dat het meer gebruikt gaat worden als betaalmiddel. Het is niet dat er een omslag is van... nou, nu is het voldoende waardevol, nu gaat iedereen ermee betalen. Dat gaat hand in hand met elkaar mee. Wat dat betreft, hoe gaat dat dan zijn? Ik denk dat... ik las pas geleden een uitspraak van... even kijken, van wie was dat ook alweer... dat was van Miles Utland. Ja, dat is een journalist en anchor van Yahoo Financial Life. Die heeft vrij recent een blogpost geschreven. Die heet Bitcoin is a thing that exists. En die schrijft eigenlijk aan een heel breed publiek van... je kunt het niet meer negeren. Het is raar als je er nu geen mening over hebt. En twee, hij heeft een pleidooi voor het idee dat... Bitcoin ofwel waardeloos wordt ofwel extreem waardevol eindigt. Hij noemt nul of een miljoen dollar. En wij begrijpen waar die vandaan komt. Er zit een heel verhaal achter. En het sluit een beetje aan op wat Satoshi Nakamoto in de beginfase van Bitcoin ook al schreef op de forums waar ze toentertijd bij elkaar kwamen. Die zei, I'm sure that in 20 years there will either be very large transaction volume or no volume. Ja. Bitcoin heeft twee logische eindpunten. Het zal niet blijven kwakkelen. Zo is die niet ontworpen. En dus ik ga ervan uit dat de prijs omhoog blijft gaan. Want dat is nou eenmaal hoe Bitcoin speltheorie is ontworpen. En waar andere eigenschappen van Bitcoin van afhankelijk zijn. En dat er dus ook steeds meer gebruik van gemaakt gaat worden. Niet alleen als investering, maar ook als betaalmiddel. Ja, en dat het dus niet is van, nou, het wordt eerst een store of value en daarna een betaalmiddel. Dat is nu al niet zo. Nee. Wordt het dan ook niet tijd dat we het nu even gaan hebben over die andere bepalende, ja, het waren er dus een hoop, maar toch wel één heel bepalende gebeurtenis van 2020, namelijk de halving? Ja, misschien wel leuk om even te benoemen, want ik had allemaal nieuws... per maand opgezomd. En een van de nieuwtjes die ik op de website van Lekker Cryptisch vond, is het nieuwtje dat miners met vertrouwen 2020 ingingen. En ik kan me nog herinneren dat ik de halving echt een spannend ding vond. En dat ik blij was dat het allemaal goed gegaan is. Nou, het was niet dat ik er niet zoveel vertrouwen in had. Ik weet nog dat we met Mark van der Scheij spraken toen. En op de een of andere manier, het was toch een ding, hè? Het kon fout gaan. En ook al zei hij van, nou, we hebben er wel vertrouwen in. Natuurlijk zeg je dat als je CEO of whatever, als je investeerder bent in het eet. Ik moest het nog maar zien. En dat was een heel belangrijk ding in 2020, waarvan ik denk, nou, laten we het hier ook nog even over hebben. Ik ben ook benieuwd hoe jullie hier... We hebben Bert en Peter op visite gehad in de CryptoCast. En die hebben als een van de mogelijke scenario's dat Bitcoin naar nul zou gaan, genoemd dat die beveiliging zou falen. Doordat de miners te weinig meer zouden verdienen. Dus heren, kom even met jullie gevoelens in 2020. Hadden jullie er vertrouwen in? Ja, qua gevoel zeker wel. Dat is eigenlijk wat Peter net beschrijft. Hè? Het idee van de prijs moet omhoog. Dat heeft heel erg te maken met die halvings. Want bij elke halving halveert de beloning die de miners krijgen voor het leveren van hun rekenkracht. Dat wil zeggen, de beloning die ze krijgen bestaat uit twee delen. De block subsidy. Dat is het aantal nieuwe bitcoins wat in omloop gebracht wordt. En de blok, de transaction fees, dus de transactiekosten. En samen maakt dat de block rewards.
En die subsidie, hè, dat is wel mooi eigenlijk dat het zo heet. Dat is eigenlijk de subsidie die de miners krijgen om Bitcoin op te starten, zou je kunnen zeggen. Om Bitcoin volwassen te laten worden. Maar ooit moet Bitcoin op eigen benen staan. Dan is het groot en dan moet het leven van de transactie kosten. Ja. Er komt een punt. Kijk, we zeggen altijd van ja, dat is pas in 2140. Hè, ja. Want dan krijg je nul satoshis aan bloksubsidie. En dat is waar. Maar voor die tijd is het al lang verwaarloosbaar. Ja, dat convergeert naar nul. Hè, dus het, de decennia daarvoor zijn het een paar satoshis, zal ik maar zeggen. Tenzij Bitcoin 100 jaar lang elke 4 jaar in waarde blijft verdubbelen. Maar dat kan niet. Hè. Zijn we het daarover eens? Nee, dat kan niet in reële termen. Dus dat kan niet uitgedrukt in pakken melk, biertjes, auto's, huizen, dat soort zaken. Nee, alleen dus als je hyperinflatie krijgt. Met hyperinflatie, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat alleen maar het getalletje, hè, dus nominaal verandert. Ja. Dus inderdaad, dat kan niet. En dus wat je eigenlijk ziet, is dat in 2040 speelt de bloksubsidie eigenlijk geen rol meer, geen significante. En in 2032, dat is een beetje het moment dat grofweg de transactiekosten het stokje moeten gaan overnemen. Dat ze zo'n beetje even groot zijn. Ze noemen dat ook wel het crossover point. Dus dat eigenlijk al best wel snel. Dus we hebben dus 2020, dat is dit jaar, 24, 28, 20. Dus we hebben nog maar een paar halvings en dan moet dat punt bereikt zijn. En elke halving halveert dus zowel... Dus 2 dingen tegelijk gebeuren er, dat is wat interessant maakt. De beloning voor de miners halveert en daarmee dus ook de inflatie, hè? Want de nieuwe bitcoins die in omloop worden gebracht, dat is wat er elk jaar nieuw bij komt, dat is de inflatie. Dus die halveerde dit jaar van 3,7% naar 1,8% of zo. Dat is overigens ook één van de argumenten waardoor het ook als store of value of als digitale goud interessanter is geworden, want het heeft nu daadwerkelijk grofweg dezelfde inflatie als goud. Goud wordt ook ongeveer 1,5-2% per jaar aan nieuw goud boven de grond gebracht. Nou, en dat is dus met Bitcoin nu ook, weet je, dat is dus na die halving van dit jaar is dat narratief eigenlijk compleet geworden. En bij elke halving wordt Bitcoin een beetje uit zijn balans gebracht, wordt even het kussen wordt opgeschud. Want miners die krijgen ineens de helft van wat ze daarvoor kregen. Ja, en omdat die industrie zo groot is, hè, dus even rekenen, begin dit jaar was de Bitcoinprijs ongeveer $10.000 per Bitcoin. En er werden er 1800 per dag in omloop gebracht. Dus $18 miljoen per dag aan Bitcoin, aan budget voor miners bij elkaar. Dat is best wel veel. Dus die industrie is behoorlijk efficiënt. In de zin van dat de kosten die zij maken liggen best wel heel dicht bij de opbrengsten. Want als daar een groot gat tussen zou zitten, dan zouden anderen zeggen, oh, dan ga ik ook minen, want daar is geld te verdienen. Dus het ligt heel dicht bij elkaar. Dus als je het halveert, dan zijn er in één keer een hele hoop miners die verlies maken. Dat gebeurt ook, hè? Dat gebeurde ook. Mee. En dat is het risico wat vaak wordt genoemd van oké, bij de halving moeten we maar zien wat er daarna gebeurt. Zijn er miners die allemaal failliet gaan en gaan daardoor de prijs naar beneden, want ze dumpen hun laatste bitcoins om hun leven te blijven. En dan zijn er dus nog meer die verlies maken, die moeten ook hun bitcoins dumpen. En zo maar het gaat mooi in elkaar, want het verhaal van plan B bijvoorbeeld is, hè, dat door die halving neemt nou juist de schaarste toe en dus de prijs, en dat komt vanzelf in orde. Ja, nou, dat is de andere kant van dezelfde medaille. Hè? Dus je hebt de ene kant van de medaille, zeggen mensen, ja, je krijgt een soort negatieve spiraal naar nul toe. Dus het risico van een halving is dat het gewoon Bitcoin door het putje gaat, einde oefening, klaar. En de kans van de halving, dus de andere kant van de medaille is, het wordt 2 keer zo schaars. En we zien tot nu toe telkens dat de prijs dan ongeveer 10 keer zo hoog wordt. Hè? Dat is het verhaal van Plan B. En de vraag is, kijk, nu weten we welke kant het opgevallen is. Want het is helemaal goed gekomen met die halving. De rekenkracht kreeg even een deuk. Het stabiliseerde. We hebben difficulty werd aangepast. En een hoop miners die hebben hun oude apparatuur in de wilgen gehangen. Denken, nou, dit mooi is klaar. En nu gaan we met nieuwe apparatuur verder. En het is helemaal goed gekomen. En de prijs zit nu op $24.000. Dus ook dat is goed gekomen. Maar dat is achteraf. Achteraf is mooi. Precies. Is dat geluk of is dat noodzaak? Dat is wel een interessante vraag. Ja, nou ja, wie zal het zeggen? Maar vooraf was het heel duidelijk bij iedereen een vraagteken. Gaat dit wel of niet gebeuren? Gaat het wel of niet goed komen? En nu weten we, het is weer goed gekomen. En dus is er weer een manier weg waarop Bitcoin kan falen. Namelijk de halving in 2020 laat Bitcoin niet falen. Weten we nu. Ja, dat is een hele geruststelling. Peter? Ja, ik vond een goede vraag van Madelon. Want het is niet zo dat de hele markt
er net zo van uitging als wij persoonlijk. Zeg maar, nou, het komt wel goed. Want er hing ook best wel een zwaard van Damocles boven. Want de prijs was in aanloop naar de halving best wel laag. Hè? Ja. Herinner je dat nog? Dat we zo'n uitschieter hadden naar $3,000, $5,000. Weet je, en ik weet, volgens mij hadden we toen een kostprijs berekend van rond de $12,000 per bitcoin in die periode. Dat is echt een onwijs gat. Yeah. En dus, komt er ook nog een halving overheen. Ja, nou ja, exact. Hè. En wat gebeurt er dan met miners? Want dat is wel een van de belangrijkste spelers in het hele ecosysteem. Hoe gaat dat stabiliseren? En er kwamen allerlei rapporten uit over verwachtingen. De meest indrukwekkende van toen was die van Blockware Solutions, volgens mij. Kijk het maar eens terug, het is een heel mooi rapport over de dynamiek binnen de markt van miners en hoe dat gaat veranderen. En zij beschreven het best wel positief als dat de halving ook een soort reinigende werking heeft op de markt van miners. En dat de miners die efficiënt genoeg opereren op deze kostprijs aan te kunnen overblijven. En dat zijn dan ook miners die het niet nodig hebben om hun inventaris uit te verkopen om overeind te blijven. Wat dan weer bijdraagt aan de prijsstijging van bitcoin. Want er worden minder nieuwe bitcoins op de markt gebracht, hoeft minder geabsorbeerd te worden enzovoort. En dat in combinatie met allerlei andere factoren hebben dat toen ook een soort perfect storm genoemd. Hè? Als dit allemaal goed valt, heb je een clean slate voor bitcoin, waarop die wel eens onwijs in waarde zou kunnen gaan toenemen. Nou ja, en dat is gebeurd. Ja, of causale verbanden zijn lastig aan te wijzen, maar weet je, de gedachten die we toen hadden, nou, het lijkt er wel op dat dat de juiste bleek te zijn. Daar ben ik zelf wel blij mee, want het had ook een andere kant op kunnen vallen. Maar wat Bert zegt, het is 2020 is zo'n schakeljaar van op allerlei fronten, hè, dat bitcoin weer niet dood is gegaan, weer niet verboden werd, weer niet te maken heeft gehad met een fatale bug. Weer geen minor debt spiral te verduren kreeg, enzovoort, enzovoort. Ondanks dat er allerlei grote stappen, invloeden en krachten op afgevuurd zijn. Ja. Vergeet niet de storm die om ons heen woedde. Zelfs dat heeft Bitcoin tot nu toe nog overleefd. Sorry, Herbert. Dan, wat ik zou willen weten van Bert en Peter is weer een paar kansen afgewend, weer een paar mogelijkheden afgewend dat Bitcoin zou falen. Hebben jullie het idee dat met de tijd die kans dat zoiets gebeurt ook steeds kleiner wordt? Of moeten we na elk jaar toch weer opgelucht ademhalen? Ja, ik denk in het algemeen dat van alle 1000 manieren waarop iets kan mislukken, is als je er eentje kan afstrepen, wordt het minder. Dus ja, maar met bugs werkt dat niet helemaal zo. Als je dat als voorbeeld neemt, als er dit jaar zo'n bug niet wordt gevonden, dan kan het volgend jaar, ja. Is de kans dan volgend jaar kleiner dat het alsnog gebeurt? Ik weet het niet. Nee, maar wat natuurlijk, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen die zoveel belang hebben bij het in stand houden, het bestaan van Bitcoin, dat er een punt komt waarop iedereen zegt, oké, het is een bug, hold your horses, we stoppen allemaal even, fixen de bug en we gaan allemaal verder op deze versie van de software. En jij niet? Want jij vindt het onzin? Nou prima, dan ga jij in je eentje op JohnCoin verder. Maar wij vinden met z'n allen dat deze bug wel gefixt moet worden. En er is ook altijd de vraag van, wordt Bitcoin niet ooit stuk gemaakt omdat er quantum computing komt? Weet je, zo'n standaard vraag. Quantum computing, als er quantum computers zijn die zo groot zijn dat het überhaupt relevant wordt, dan is het belang zo groot in de Bitcoin community om te zeggen, oké, pauze, we gaan met het grootboek zoals het nu is. En stel dat het echt vanuit het niets iemand stiekem in zijn schuur blijkt zo'n quantum computing te hebben, zo'n computer, terwijl niemand dat wist. En in één keer kan die bijvoorbeeld bitcoin transacties veranderen of dat soort dingen, of maken, of private keys gokken. Dan is het moment dat iedereen zegt, we hebben nu met elkaar het belang om dat te fixen. Dus dat is, terwijl dat was 6-7 jaar geleden niet. Als het toen was gebeurd, dan had iedereen gedacht, oké, weet je, laat maar zitten, we verzinnen wel weer een nieuwe coin of zo. Ja. Dus naarmate het groter wordt, en dat is ook het verhaal van verboden worden. Kijk, in 2017 toen zeiden een aantal hele grote regulators, machten, de BIS en het IMF en weet je wel, dat soort instituties, die zeiden van nou, we moeten er maar eens met elkaar over nadenken hoe we het gaan reguleren.
met andere, ze hadden ook kunnen zeggen, joh, dat bitcoin, dat wordt ons een beetje een systeemrisico. We gaan het collectief gecoördineerd wereldwijd verbieden. Had ook gekund. Hebben ze niet gedaan. Maar dat was natuurlijk maar een woord. Hè? Want ja, ik bedoel, ze zeggen dat wel, maar gaat het ook gebeuren? En intussen weten we dat al die instituties, al die centrale banken en al die commerciële banken er ook daadwerkelijk mee bezig zijn gegaan om het te gaan reguleren. En dus ja, daarmee is de kans dat ze het alsnog gaan verbieden echt heel erg klein geworden. Ja, sterker nog, met elke partij, we hebben er intussen een paar genoemd, het begon naar MicroStrategy, maar ook een verzekeraar. De ene bank na de andere blijkt er ook concreet mee bezig te zijn voor zijn klanten. Steeds meer van die partijen hebben er ook inmiddels gewoon zelf belang bij als bedrijf of namens hun klanten dat dit allemaal goed blijft gaan. Ook ja, de gevestigde financiële partijen. Zeker, ja, maar denk bijvoorbeeld ook juridische firma's, die er advocaatkantoren, die er afdelingen voor hebben. Overheden hebben hele afdelingen met ambtenaren opgetuigd ja, om dit in stand te houden. De Nederlandse Bank heeft er een afdeling voor lopen. Dus iedereen intussen die aan de knoppen zit, die weet ook van ja, weet je, als we dit verbieden, dan moeten we daar 100, daar 1000, daar 20 man ontslaan. Ja. Dus noem het een vorm van de netwerkeffect van Bitcoin. Ja. Ja. Peter wilde ook vast wat gaan zeggen. Ja, klopt. Nou, en hele mooie brug, want ik wilde het gaan hebben over het netwerkeffect. Kijk, voor mij staat, is zeg maar, een heel kort antwoord op jouw vraag. Ja, ik geloof dat de kans steeds kleiner wordt dat, dat Bitcoin ineens faalt. En voor mij is dat heel erg verbonden aan het netwerkeffect. En dat staat voor dat iets in waarde toeneemt naarmate er meer mensen en partijen gebruik van maken. En ik vind dat Trace Mayer die mooi opgesomd heeft, die heeft er ooit 7 genoemd, die heeft het over onder andere speculatie. Bitcoin is volatiel, dat trekt handelaars aan. Het neemt toe in waarde, althans dat is speculatie, dat trekt investeerders aan. Hij heeft het over verkopers, over klanten, over miners, over ontwikkelaars, over financials. En het punt is, iedere keer dat er een risico wegvalt en of de waarde stijgt van Bitcoin, dus de prijs stijgt, trekt dat nieuwe partijen aan en daarmee neemt het netwerkeffect weer toe. En dat bouwt zichzelf als het ware op. Dus met ieder jaar dat verstrijkt en dat er niet iets is gebeurd, dat zo'n inbreuk maakt op het bestaande netwerkeffect dat barst, wordt dat netwerkeffect sterker en steviger en dus ook de kans kleiner dat dat nog een keer gebeurt. En ik denk dat we zeker in 2020 weer heel veel dingen hebben gezien dat netwerkeffect versterkt. Dus voor mij is dit wel een jaar geweest waarin ja, best wel veel extra vertrouwen is gekomen in Bitcoin als asset. Ja, Madelon, wat hebben we nog meer voor mooie affaires van 2020 liggen? Ja, regulering, dat is het onderwerp wat we nu natuurlijk aanstippen. Dat is een onderwerp wat ook een hele grote rol speelde dit jaar. En ik zag al vanaf maart dat daar een aantal berichten over naar buiten kwamen. En eigenlijk was in mei de grote klap, ook voor vele partijen natuurlijk in Nederland. Hoe hebben jullie dat ervaren? Dat er van alles misging en dat mensen om de tuin geleid werden. Dat er vanuit de Nederlandse Vereniging Bitcoinbedrijven behoorlijke tegengas gegeven is op het laatste moment toen het vuur aan de schenen lag, dat er nog steeds de regulering niet voor alle bedrijven erdoor was en tot op heden nog steeds niet is. Hoe hebben jullie hier naar gekeken vanaf de zijlijn? Nou, ik ben er heel dubbel gevoel. Ik word er een beetje verdrietig van hoe het is gegaan. En tegelijkertijd was het iets onafwendbaars en is het voor de professionalisering van de sector best oké. Maar ik heb toch overwegend een hele bittere bijsmaak aan overgehouden, hoor. En dit hele gebeuren startte natuurlijk al in 2018, 2019. Eigenlijk, laten we even zeggen 2019, toen dit... dat is het jaar geweest waarin de nieuwe wetgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering tot stand kwam in Nederland. Toen is er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. En eigenlijk begin 2020 kwam het in de Eerste Kamer terecht. Daar is het doorheen geloodst door Hoekstra. Ja, en dat hele proces is tenenkrommend geweest. Ja, gênant vind ik ook. Ja. Echt gênant. Noem even waarom jij het gênant vindt. Ja, het is op een hele vervelende manier door de Kamer heen geloodst. Door dingen niet schriftelijk vast te leggen. Dus er waren allerlei vragen
over hoe zwaar wordt deze wetgeving nou? En is het nou wel of niet een licentiestructuur? Of gaat het puur om een registratie? Is het iets wat je krijgt of is het iets wat je doet? Hoeveel gaat het ons kosten? En er zijn allerlei mondelinge toezeggingen gedaan die achteraf toch gewoon eventjes door het putje zijn gespoeld. En we zitten per saldo nu wel met een registratiesysteem op papier, met de eisen en de inspanningen die nodig zijn om een licentie te behalen. Ik vind dat voor de sector best wel heftig en pijnlijk. Ja, er was ook een motie aangenomen dat er geen bedrijven over de kop mochten gaan, en dat gebeurde toch wel. En toen zei Hoekstra, ja, dat is dan maar zo. Dat soort dingen. Ja. Eigenlijk wel. En je ziet dat de Nederlandse bank als toezichthouder zich min of meer opstelt als politieagent van de sector in plaats van een welwillende sparringspartner die ook de belangen van de bedrijven verdedigt. En niet alleen als politieagent te werk gaat om het leven van de bedrijven zo zuur mogelijk te maken. Dat is een beetje de connotatie die het krijgt. Hoe interpreteren jullie dat? Want Simon Lelieveld zegt dan bij ons bijvoorbeeld, ja, nee, ze willen echt hun werk zo goed mogelijk doen. Dat zegt dan Patrick van der Meijden ook. Ik heb dan altijd een beetje de indruk dat ze toch ook niet al te vijandig zich willen uitlaten over de Nederlandse bank. Hoe zien jullie die rol van de Nederlandse bank? Is die vijandig of zijn ze alleen maar onervaren in het oefenen van toezicht op een branche als deze? Nou, ze zijn natuurlijk niet onervaren in toezicht, want dat is eigenlijk hun core business. Dus je kunt wel kijken naar de woorden, maar je kunt ook kijken naar de daden. En als je kijkt hoe het is gegaan, wat voor soort, neem bijvoorbeeld die regel die dan in september nog ineens uit de hoge hoed werd getoverd, dat er dus op een of andere manier moet worden bewezen dat iemand eigenaar is van een wallet. En dat moet dan dus nu door een screenshot te maken van je walletadres of zo. Weet je, dat getuigt van zo'n ontzettend onbegrip van crypto. Dat is eigenlijk het volgende hoofdstuk met de titel Tenenkrommend. Waarmee ook Nederland gewoon in het nadeel brengt ten opzichte van andere landen, die dat niet, waar dat niet op deze manier hoeft. En daar zit ook weer iets tenenkrommends, dat crypto is fundamenteel grensoverschrijdend. Het is zo onlogisch om in elk land weer eigen invulling te kiezen van die wetten. Ik bedoel, hetzelfde hebben we met de cookiewet gezien. Dan had je ook weer in elk land dat ze het net anders interpreteerden. En dat je dan, het ene land is het opt-in, het andere is het opt-out. En ja, jongens, dus er zitten allemaal van dat soort dingen dat je gewoon heel diep moet zuchten. Kijk, en helemaal onder de streep merk je nu dat het feit dat de Nederlandse bank die bedrijf in een register heeft staan, en dat je daar als consument kunt kijken, hey, dit bedrijf, deze broker, staat in dat register, dus toezicht van de Nederlandse bank. Nou, dat is eigenlijk wel oké, weet je. Het geeft wel een soort van, het mag absoluut niet zo gebruikt worden, hè, maar het geeft toch een soort van kwaliteitsstempel. Ja, ze zetten het dus allemaal vet op hun website in elk geval. Ja. Maar dus helemaal onder de streep kun je zeggen, oké, nou goed, fair enough. We zijn door de hoepel. Dus er is ook wat positiefs te noemen. Maar het hele proces, Peter zei het net al, is jammer. Inclusief in de kamers, beide kamers volgens mij gevraagd is van, hey Hoekstra, reken nou eens voor hoeveel er eigenlijk wordt wit gewassen, hè, en wat er nou eigenlijk is aan terrorismefinanciering. En dan heeft hij het gewoon het antwoord schuldig moeten blijven. Klopt, ja. Kijk, er zit onder dit dossier zit natuurlijk nog een heel ander dossier. En dat is überhaupt het algemene dossier rond witwaswetgeving en het melden van verdachte transacties, wat ermee gebeurt. Maar goed, dat voert wat te ver, denk ik, voor een terugblik op 2020. Want dat zou een terugblik die veel verder reikt dan decennium, dat zijn. Ja. Ja, precies. Ja. Kijk, wat ook nog meespeelt, is dat de wetgeving, zoals die nu is, ook eigenlijk consolidatie van de markt stimuleert. Waarbij je naar een aantal grote spelers gaat die overblijven. Zoals het nu is in ieder geval. Want je hebt nu een registratieplicht in Nederland, maar met die registratie mag je niet in andere landen zaken doen. Dat wordt nogal lastig natuurlijk voor een start-up, een Nederlandse start-up waar 6 man werken, ik noem maar wat, die nu als broker fungeren, om groter te groeien. Want ze moeten nu in Nederland geregistreerd zijn,
Nou ja, dan moet je dus een heel proces door. Die niet heel met een lekkere fit voor een start-up. Je mag diep in de buidel tasten. Volgend jaar word je met kosten geconfronteerd die oplopen tot een ton per jaar, als het een beetje tegen zit. Want ik geloof dat er 2,7 miljoen euro is begroot aan toezichtskosten, verdeeld over alle deelnemers. Ik geloof dat er 15 geregistreerd zijn. Er zijn er nu, ik heb het even nagedacht, nu 15 geregistreerd, ja. Nou ja, dat wordt dus nog, dat is nog een onbekende. Gaat dat bedrag omlaag of niet? Weet je, dat is dus lastig. En als je dan wil uitbreiden naar België, of Duitsland, of Frankrijk, of binnen Europa, mag je in al die landen opnieuw gaan registreren met alle kosten van dien. Ja. Nu wordt er wel gewerkt aan een Europese, aan een meer overkoepelende wetgeving. En dat is dan, dat zou dan leiden tot een paspoortregime. Dus als je dan in Nederland of in Estland je paspoort hebt behaald, mag je in heel Europa zaken doen. Zou al beter zijn. Dan kan je in ieder geval als start-up ook in Europa aan de slag. Maar goed, voordat we daar zijn, zijn we natuurlijk ook weer 2-3 jaar verder. En in mei 2024. 2024 is het de bedoeling dat die wet ingaat. 4 jaar verder. Hè? En wat in die tussenliggende periode, ja, dat is voor mij dus, ik vind dat een van de ingrediënten van die bijsmaak, dat je zo'n hele lange periode hebt van onzekerheid, waarin je eigenlijk als klein bedrijf heel moeilijk voet aan de grond krijgt. Ja. Dus ik schreef, geloof ik, in maart dit jaar van, nou, deze wet is een drol in een goud randje. Zo werd die gepresenteerd. Van kijk eens wat mooi. Maar mijn verwachting was, het gaat al vrij snel afbladderen en stinken. Nou, en dat is toch wel een beetje hoe het bij mij is achtergebleven. En ik begrijp heel goed dat bijna alle Nederlandse partijen die in de running zijn voor zo'n registratie of hem hebben, mild zijn in hun uitspraken. Ja, ja. Want dat is natuurlijk een hele lastige situatie waar je in bevindt. Ja. Wat dat betreft vind ik het knap dat VBNL, ik denk aangevoerd door Bitonic, heeft gezegd van, nou ja, weet je, wij Vereniging ons van Bitcoinbedrijven is dat, hè? Ja. Ja, we voegen ons naar de eisen, maar we zijn het hier echt niet mee eens. En wat ons betreft komt het in de rechtszaak als het zover moet komen. Maar wij hebben hier bepaalde principes en die willen we eigenlijk niet zomaar overboord gooien. En dus dat is een van de reacties geweest. Maar andere bedrijven die zijn misschien geschrokken door het gestrekte been waarmee DNB binnenkwam. En die hebben misschien wel gezegd van, ja weet je, wij hebben hier bloed, zweet en tranen in zitten. We willen de registratie, willen door. Dus wij passen ons bedrijf aan op wat er geëist wordt. Er zijn ook bedrijven die gestopt zijn. Er zijn ook bedrijven die verhuisd zijn. Er zijn heel verschillende reacties op geweest. Ja, dus dat is iets wat we nog mee gaan nemen naar 2021 en wellicht nog veel verder. Ja, ja. En ook de rechtszaken die zullen volgen, daar zullen we in afwachting van blijven. Een van de dingen die we in het derde kwartaal van 2020 gezien hebben, is dat de banken steeds meer na gingen denken over crypto custody. En we zien dat nu in het vierde kwartaal nog groter worden. Dus steeds meer banken die ernaar aan het kijken zijn. Ook grote cryptopartijen die ineens een bankvergunning kregen. Neem bijvoorbeeld Kraken. Hoe hebben jullie die trend ervaren? Is dat iets goeds? Of is dit eigenlijk wel wat wij moeten willen? Vooral in Amerika, Madelon, hè? Ja, klopt inderdaad. Vooral in Amerika. We hebben hier ING gehad overigens, die keek naar een custody functie, maar dan niet zozeer om bitcoin te bewaren, maar puur met het oog op een stablecoin, een zelf te ontwikkelen stablecoin om transacties te kunnen versnellen en dergelijke. Maar in Amerika ging het inderdaad echt de PayPal-achtige functie. Ja. Ik zou hem ietsjes algemener willen trekken als om het signaal eruit te halen van dat mij is opgevallen dat in 2020... de verhouding tussen Europa en Amerika is veranderd. Vorig jaar, zal ik maar zeggen, was er in Amerika ontzettend veel onzekerheid over crypto. Er hingen nog allerlei dingen boven de markt van de SEC en van de grondstoffen zusje van ze en wat de centrale bank ervan ging vinden en allemaal dat soort dingen. Je had natuurlijk al die hele belasting. Er zijn allerlei belastingclaims, hè, van als je het niet goed had aangegeven dat je de gevangenis in moest. Allemaal van dat soort onzekerheid. Op staatsniveau, dat er dan licenties wel en niet werden uitgegeven en we werden ingetrokken. Dus het was allemaal heel onzeker. En in Europa was het eigenlijk allemaal best wel stabiel. En nu zie je dus dat in Amerika eigenlijk in heel korte tijd er allerlei stappen worden gezet om crypto daar veel
dat veel meer duidelijkheid te geven. Hè? Dus ze zijn bezig ook met een soort van wet of zo, hè, waarin gewoon wordt beschreven van wat voor soort klassen van cryptovaluta heb je. Hè? Geldachtige, utility tokens, allemaal dat soort dingen wordt gewoon helemaal uitgespitst. In Wyoming lopen ze er ontzettend mee voorop. Hè? Dus daar is wettelijk vastgelegd wat eigendom van crypto eigenlijk betekent. Hè? Want eigendom, dat jij crypto bezit, betekent dat je bepaalde getallen kent. Bepaalde woorden kent als het om een seed phrase gaat. Als jij 24 woorden kunt onthouden, dan maakt dat je de bezitter van crypto. Dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je een huis hebt. Dat heb je omdat het in het kadaster ingeschreven staat, bijvoorbeeld. Ja, dus wat betekent bezit? Mag de rechter jou verplichten om de seed phrase af te geven? Dat soort dingen, die vragen. Maar ook, als jij bitcoin bij een custodial onderbrengt, wat moet er dan gebeuren als er een fork is? Ben je dan ook eigenaar van de geforkte, van de fork, zeg maar. Allemaal dat soort zaken, die zijn daar uitgekristalliseerd en geregeld. Nou, en toen kwam daar nog bij, wat Madelon net zei, dat ineens helderheid werd verschaft over dat banken, dan ging het specifiek om federale banken, geloof ik, dat die dus crypto mogen bewaren voor hun klanten. Nou, en wat er dus gebeurde, twee dingen. Bestaande banken zeiden, cool, wij kunnen crypto gaan bewaren. En cryptobedrijven zeiden, interessant, dan gaan wij een banklicentie aanvragen. Ja. Want wat met een banklicentie mag je vervolgens ook een aansluiting regelen op het VAT-systeem. Met andere woorden, dat je rechtstreeks dollars kunt gaan, een aansluiting op de API van de VAT. Dat je dus op het banksysteem. Kijk, en dat is anders dan in Europa of in Nederland. In Nederland heb je Ideal. En daar kan elk bedrijf kan op Ideal aansluiten. En dan kan je ineens allerlei toffe dingen doen. En dat werkt in Amerika net even wat minder soepel. Dus voor Amerika zijn het allemaal enorme stappen. En nu zie je dat allerlei Amerikaanse banken hiermee bezig zijn. En in Nederland is het nog steeds gewoon maar spannend of je wel een bankrekening krijgt. Dus hier staat de tijd gewoon stil. Weet je wel? De banken in Nederland, die behandelen Bitcoin nog steeds als een soort van crimineel. Zeg maar de narratieven uit 2017, daar zijn we in Nederland blijven steken. Dus we gaan gewoon ineens, van dat we stabiliteit hadden in Nederland en in Amerika, heel veel onzekerheid, is het nu helemaal andersom. In Amerika, daar bloeien allerlei initiatieven op. En in Nederland blijven ze nog steeds een beetje zitten in een soort van achterhaald frame. Ja, dus Een losse vlodder eventjes tussendoor. 2020 was ook het jaar dat Rabobank een persbericht uitstuurde dat ze betrokken waren bij een of andere blockchain startup. Ik weet niet eens meer precies wat het was. Maar toen ik dat even uitzocht, toen bleek dat hun bijdrage aan het welslagen van deze startup was het feit dat ze een bankrekening hadden gegeven. Ja, dat vond de Rabo heel innovatief om daar een persbericht over om te sturen. Ja. Dat geeft aan hoe uniek dat is, dat een cryptobedrijf een bankrekening krijgt. Als je dat dan doortrekt naar 2021, wat we dan nog wel zullen zien, is dat als naarmate die duidelijkheid in Amerika er komt, dat ook een soort hele grote zeef gaat worden waar allerlei crypto-projecten en valuta doorheen moeten gaan vallen. Precies. Nou, we zien de afgelopen tijd natuurlijk al de commotie rondom Ripple, en dat zal de laatste niet zijn. Daar zit een ander signaaltje in. Ik had niet verwacht dat op dit moment de bitcoin-dominantie ongeveer 70% zou zijn. Dat was die vorig jaar ook. Dus ik had verwacht dat of meer of minder zou zijn. Dat bitcoin echt heel duidelijk als enige over zou blijven. Of dat we een hele grote verbreding zouden zien. Nou ja, het ligt nog steeds een beetje open, ik maar zeggen. En daarbij zien we heel duidelijk dat bitcoin en Ethereum allebei echt een status hebben gekregen als dit is oké. In Amerika, maar daarbuiten ook. En dat het voor de rest nog een vraagteken is. Dus dat is een interessante. Ja, maar dit is oké, bedoel je dan wat het product Bitcoin of wat het product XRP is? Dus of het een security is of een asset. Bedoel je dat zich nog uit moet kristalliseren? Ja, dus dat is voor Bitcoin en voor Ethereum is eigenlijk wel voldoende gezegd dat je die gewoon mag bezitten zonder dat je een gekke claim kunt verwachten. Maar voor heel veel andere cryptovaluta is dat nog niet heel evident, zal ik maar zeggen. Ja, want dat is misschien ook wel de reden dat vele beurzen juist XRP van hun beurs afgooiden, de kleinere beurzen overigens, omdat ze misschien bang zijn voor een claim van de Securities and Exchange Commission.
Ja, precies. En zeker professionele investeerders die zullen wel uitkijken met iets kopen waarvan ze denken van, nou ja, misschien krijg ik er gezeik mee. Hè? Dus Ethereum en Bitcoin zitten dan aan de goede kant van de streep. En hoe dat zich ontwikkelt, dat moeten we nog maar zien. Dat weet ik niet. Kijk, we hebben ook even in de categorie mijlpalen 2020 is denk ik decentralized finance wel geweest. Oh ja. En stablecoins. Ja. Die waren aan het begin van dit jaar heel klein. Hè? Marginaal wilde ik zeggen, dat is misschien iets te slecht. Maar dat is natuurlijk enorm gegroeid. Ik denk stablecoins dat het 4-5 keer zoveel waarde heeft dan, laat ik zeggen, in augustus dan in januari. Dat is natuurlijk enorm gegroeid. En hetzelfde geldt voor decentralized finance. Overigens is dit ook weer, om het even erop aan te haken, een tweede laag mogelijk voor Bitcoin. Hè? Er zijn 140.000 bitcoins zijn er op dit moment gelokt en als token op Ethereum beschikbaar. Dat is ook zoiets nieuws. Dat was aan het begin van 2020 waren dat er nul, zeg maar praktisch. En nu 140.000 bitcoins. Nou ja, ik kan het uit je hoofd proberen uit te rekenen. Keer 20.000 is een paar miljard, hè. En dat die zitten op Ethereum, die bitcoins. Dat is natuurlijk ook weer iets heel nieuws. Dus het hele decentralized finance is ook echt een een mijlpaaltje van dit jaar geweest. Ja, maar Lon, ik denk dat we nog tijd hebben voor één themaatje voor de laatste 5 minuten. Ja, ik denk dat dat dan toch wel de aankondiging is van het World Economic Forum, Internationaal Monetair Fonds en de paus als biggest influencer wereldwijd over de Great Reset. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dit de komende tijd voor je gaan zien. Ik heb met jou natuurlijk al uitgebreid gepraat, Bert, in een model navigeert over de Central Bank Digital Currencies en de toekomst daarvan. Maar laten we daar nog even een kleine blik op de toekomst op werpen. Hey. Ja, ik heb zeker behoefte aan een introductie van jou. Oh. Help! Nou, de Great Reset. Kijk, wat we nu zien is dat de coronacrisis de wereld op haar fundamenten doet schudden. Ja. En dat het, zeg maar, economisch heel veel gaat betekenen, maar ook de machtsverhoudingen in de wereld, die verschuiven. Het is bijvoorbeeld heel opmerkelijk dat de helft van de wereldbevolking leeft in een land waar corona uitstekend onder controle is. Ik bedoel, alleen in China wonen al 1,3 miljard mensen die gewoon naar de club kunnen. En vooral in Amerika en Europa is het natuurlijk gewoon echt problematisch. Dus dat zijn interessante verhoudingen die anders worden. Dus je ziet economisch en machtsverhoudingen die verschuiven. En wat mensen zeggen, en dat is wat de Great Reset vandaan komt, is van in zo'n situatie dat er ineens dat de wereld uit zijn evenwicht is gebracht, dat is het moment waarin grootse veranderingen, systeemveranderingen kunnen worden doorgevoerd. Uit de categorie never waste a good crisis. Er is crisis en dat kun je gebruiken om te veranderen die normaal gesproken onbespreekbaar zijn. Nou, Peter heeft een tijdje terug een heel mooi draadje gemaakt over die Overton window. Vertel er maar heel kort even wat over, Peter, wat het is. Dat kan jij heel goed. Ja, nu weet ik ook beter over welke Big Reset we het hebben. Ik had jullie aflevering nog niet geluisterd, namelijk. heeft nogal verschillende connotaties. De ene reset is de andere niet. De Overton window, dat is een dat komt uit de politieke wereld. Dat gaat erover dat er op een bepaald moment in tijd een geaccepteerde manier is van kijken naar de wereld, geaccepteerde overtuigingen, en dat alle politieke opvattingen binnen dat raam vallen. En alle opvattingen daarbuiten in minder of meerdere mate als extreem wordt gezien. En je hebt politici die trekken aan dat window door bijvoorbeeld iets extreems te zeggen, zodat minder extreme opvattingen die nog niet in dat window vallen, steeds dichter erbij komen. En op een gegeven moment dus het raam verschuift. Mm-hmm.
En ja, wat zijn goede voorbeelden daarvan? Ik heb ze. Dus even terug naar de Great Reset. Dus een van de. Er zijn nu een aantal zaken die komen nu ineens in dat window van wat acceptabel wordt, of misschien wel beleid. En dat is bijvoorbeeld MMT, Modern Monetary Theory. Ja, we dit jaar die ook zegt over van. Gehad. Ja, die zegt van joh, een land met monetaire soevereiniteit, hè, dat is een van de voorwaarden. Dus Europa, of dus Nederland is dat helaas niet. Nederland kan geen MMT doen volgens het boekje. Maar bijvoorbeeld Canada, Amerika, Australië, dat soort landen, Japan zouden dat kunnen doen. En dan zou je kunnen zeggen, met een fiatmunt kan de overheid onbeperkt geld maken. Want een tekort van de overheid, dat is een overschot van de maatschappij en dat is goed. Hè. En nou, dat is een bepaalde manier van kijken naar fiat geld. Waarbij bijvoorbeeld een van de dingen die bijhoudt is de job guarantee. Dus dat de overheid zegt, wij zorgen ervoor dat iedereen altijd werk kan hebben. Een ander ding erbij is, dat wordt vaak het basisinkomen genoemd. Nou, dat is eigenlijk niet precies hoe ze het voor zich zien. Maar je zou wel mensen geld kunnen geven gericht op een bepaalde manier. Dat helemaal diep in de maatschappij terecht laten komen. Dus niet zoals nu, dat de centrale banken het eigenlijk helemaal aan het topje van de piramide van het financiële systeem het geld uitstorten. Dat wordt, die staatsobligaties die worden gekocht door de centrale bank, nou ja, dat gaat dan bij de hele grote financials, maar dat komt helemaal niet bij de burger of bij de MKB'er terecht. Dat komt terecht in vastgoedmarkten die opgeblazen worden als bubbels en aandelenmarkten die opgeblazen worden. En er zijn allemaal digitaal centrale bankgeld kan een instrument zijn om dit te doen. En dit waren allemaal thema's die de afgelopen jaren wel geroepen werden, maar eigenlijk niet als serieus werden overwogen. En ze vielen te ver buiten het Overton window om besproken te worden in een regeerakkoord, zal ik maar zeggen. Ja. Het werd af en toe eens geroepen en dan werd er meewarig gelachen. En intussen krijgt elke Amerikaan een cheque van $600. Of nou ja, ik geloof dat Trump er nu 2000 van wil maken. Nog even als laatste. Ze hebben er al een van 1000 liggen. Of 1200, wat was dat ook weer. Ja, dus wat onbespreekbaar was in een crisis kan ineens een optie worden. Dus er zijn allerlei van dat soort zaken die gerelateerd zijn aan, nou ja, aan grote structurele systeemhervormingen. Zowel politiek, geopolitiek als monetair. Dus het geldsysteem wat we kennen. En, maar ook dus policy-wise, dus het beleid van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het pushen van de groene agenda. Dat soort dingen, ineens komen die aan de orde. Maar ja, wat heeft dat dan te maken met Bitcoin? Nou ja, vooral het punt waar het monetaire systeem raakt, dus monetaire beleid en inflatie die ze graag willen laten oplopen en de enorme schulden die zijn gemaakt, de staatsschulden die oplopen, die schulden die kunnen niet meer worden afgelost, dat is gewoon niet realistisch. Failliet gaan is ook niet een goede optie. Nou, dus wat ze nu zeggen in The Great Reset is, laten wij nou als landen gecoördineerd met elkaar allemaal tegelijk de schuld laten oplopen, synchroon, want dan gaan de wisselkoersen niet stuk. En dan kunnen we gaan experimenteren met allemaal van dit soort dingen, dat we mensen geld gaan geven. Ja. Dat was onbespreekbaar en dat is nu ineens gewoon het gesprek binnen de machten der wereld. Ja, ja, ja. We moeten het hier geleidelijk aan bij laten. Madelon, zijn er nog urgente dingen van jouw lijstje? Volgens mij hebben we de belangrijkste dingen nu gehad. Ik had nog een paar kleine non-dingen, maar het overgrote deel staat er nu. Het overzicht komt dus in de show notes. Hè? Absoluut. Dan gaan we het hier inderdaad bij laten. Deel ons op Twitter. Doe de interacties op YouTube. Reviews op Apple Podcasts. Bert en Peter Slachter, heel hartelijk bedankt. Volgende week hebben we het over trading bots. Ja, dus precies. Dat een hele mooie, interessante aftrap van 2021. Ja, met twee gasten, dus bedankt. Dat is leuk. Herbert, jij natuurlijk twee gasten, bedankt. Net als vandaag. Ja. Ja. En we doen dat ook via Zoom trouwens, dus dan zitten we ook weer met z'n vieren in een vierhoekje bij elkaar. Dus iedereen, voor zover dat nog mogelijk is, een goede jaarwisseling. Anders een goed nieuwjaar. En heel graag tot de volgende CryptoCast. Bedankt allemaal en dag. Dag. Hoi.